Goedemiddag allemaal, mijn naam is Gaëtana Verla en ik mag jullie van harte welkom heten op de nieuwjaarsreceptie van ROC Top. Een nieuw jaar is begonnen en daar hoort traditiegetrouw natuurlijk ook een nieuwjaarsreceptie bij. Dit jaar wel weer anders dan anders, want online via een livestream. We geven al online les, maar ook borrelen doen we straks online. Maar we doen het samen, want we zijn met z'n allen in deze teamsomgeving. Dus hartstikke fijn dat je bij ons bent. Zo dadelijk ga ik in gesprek met Ineke en Tim van het College van Bestuur. We zitten allemaal uiteraard op anderhalve meter afstand in verband met de huidige coronamaatregelen. Maar we gaan samen in ieder geval het programma aftrappen. We eindigen vandaag ook gezamenlijk met een toast. En tussendoor ga je de workshops volgen die wij voor je hebt aangemeld. Dat heb je vandaag, of de afgelopen tijd heb je het eigenlijk gedaan, hè, via agenda uitnodigingen. Als het goed is staat je agenda helemaal vol. Dat betekent ook dat je na deze sessie eigenlijk soort van uitlogt en overschakelt naar een van de andere agenda uitnodigingen. En op die manier switch je in het programma, zodat je alles mee kan maken. Ja, goed om te weten, huishoudelijke mededeling. De uitzending van vandaag wordt opgenomen. Dus vind je het niet zo prettig om in beeld te zijn, zorg er dan zelf even voor dat je de camera onderin ook uitzet. Dan is dat in ieder geval geregeld. Ja, en verder is het goed om te weten dat op het moment dat je straks overschakelt van het een naar het ander, daar is tijd voor ingerekend in het programma. Dus je kunt ondertussen gewoon lekker even naar de wc gaan, even wat drinken pakken of wat mij betreft even je partner knuffelen, wat jij wil op dat moment. Ja, en zijn er technische vragen? Zet ze niet in de chat, maar stuur ze dan via een Teams chatbericht naar Olivia Bijman. Zij kan jou namelijk goed verder helpen. En dan geef ik nu heel graag het woord aan onze voorzitter van het College van Bestuur, Ineke van der Linden. Dankjewel, Gaëtana. Lieve collega's, hartelijk welkom bij deze bijeenkomst. Welkom terug na de kerstvakantie, een welverdiende kerstvakantie dit jaar. En ook een heel bijzondere kerstvakantie, want we zaten weer in de lockdown. En dat betekent dat iedereen toch een iets andere kerstvakantie heeft gehad dan gebruikelijk, met minder mensen en misschien minder familie dan je eigenlijk zou willen. En ook op dit moment is de lockdown er nog, dus ook tijdens deze scholingsmiddag en de nieuwjaarsborrel zit je misschien zelf wel ergens verstopt in je huis om toch deel te kunnen nemen met je laptop op je knieën. Of heb je kinderen die ergens in jouw woning ook nog bezig zijn om hun onderwijs te volgen. Het is niet een geringe opgave voor jullie allemaal. En ik hoop dat het jullie is gelukt om de thuissituatie zo vorm te geven dat dat voor iedereen toch zo goed mogelijk voelt. Ik hoop ook dat jullie 2020 op een goede manier hebben afgesloten. Het was een enerverend jaar en dat jullie uitgerust en vol energie weer terug zijn gekomen van vakantie. Want in 2021 staat er ook nog wel wat voor ons allemaal op de agenda. Nou, laten we maar eens terugkijken naar dat afgelopen jaar 2020. Het is ongeveer een jaar geleden dat we met zo'n 400 collega's ook een nieuwjaarsreceptie hadden op de Klenken. Toen waren we fysiek bij elkaar. Je kunt het nu zien op de foto in beeld. Een prachtig moment, maar als je het nu ziet, die foto, dan denk je, oeh, wat staat iedereen dicht bij elkaar. Anderhalve meter. Dus de wereld is echt wel heel erg veranderd sinds dat moment op de Klenken. We hadden toen niet kunnen weten dat zo'n 2 maanden daarna de hele wereld volledig zou zijn veranderd. Dat we naar het werk gaan en de collega's zien misschien nog wel heel erg zouden gaan missen en het naar het werk gaan zouden gaan beschouwen als een uitje. Of dat massaal thuiswerken de norm zou worden. En het nieuwe normaal was een uitdrukking die we nog helemaal niet kenden op dat moment. Er zijn meer termen die we nu hanteren en die toen volstrekt ongebruikelijk waren. Zoals, wie was er het eerst met zijn handje? Nou, als ik dat een jaar geleden op de nieuwjaarsreceptie had gezegd, hadden jullie waarschijnlijk allemaal gedacht, wat is er aan de hand? Of, je microfoon staat nog op mute, ik hoor je niet. Ook zo'n uitdrukking, nu heel normaal, toen volstrekt ongebruikelijk. Kortom, wat is de wereld veranderd in 1 jaar tijd? Ik denk dat je wel kan stellen dat 2020 een veel bewogen jaar was. Misschien ben je zelf ziek geweest, heb je iemand in je omgeving die ziek is geweest en misschien heb je ook wel een dierbare verloren. Geen eenvoudig jaar geweest dus. Ook voor ROC Top was het niet een eenvoudig jaar. We hadden ingrijpende verbouwingen, zoals bijvoorbeeld bij de Campus Business. We hebben de inspectie op bezoek gehad. We hadden tegenvallende studentaantallen en we hebben ook moeilijke beslissingen moeten nemen, zoals het stoppen van sommige opleidingen. En natuurlijk corona. Het heeft het jaar heel erg gekleurd. Een pittig jaar voor iedereen.
Maar er is ook heel erg veel om trots op te zijn. En we hebben eventjes wat input verzameld van de campusdirecteuren en de stafmanagers. En dat wil ik toch even met jullie delen. Want we zijn er trots op dat jullie allemaal de schouders eronder hebben gezet. Jullie zijn gewoon aan de slag gegaan, ondanks COVID. Ook al was je misschien zelf wel ziek, was je toch online paraat. Iedere keer hebben jullie toch weer geprobeerd met man en macht om contact te hebben en te houden met onze studenten. Natuurlijk ontzettend belangrijk. Er is veel creativiteit geweest bij jullie allemaal in de afgelopen maanden. In een periode dat het normale lesgeven eigenlijk niet meer normaal was. En ondanks alles gingen jullie aandacht uit naar onze studenten. En velen hebben ook succesvol een diploma weten te bemachtigen. Als ik terugkijk, dan denk ik wat ongelooflijk bewonderenswaardig dat het veel van onze onderwijsteams ook nog is gelukt. Je ziet nog wat beelden van onze studenten die diplomeren, mooi om te zien. Bewonderenswaardig dat in het afgelopen jaar de docententeams ook nog tijd hebben gehad met alles wat er al speelde om ook nog aan de onderwijsvernieuwing verder te werken. Er is dus veel flexibiliteit nodig geweest en ook getoond door velen van jullie om het onderwijs online vorm te geven. Een bijzonder compliment daarbij ook nog aan de iCoaches die een grote rol hebben gespeeld om collega's daarbij ook te ondersteunen. En wat ik ook terugkrijg is, er was ook nog steeds tijd en gelegenheid voor een lach en een grap onderling. En dat is denk ik in een crisissituatie heel belangrijk, dat je ook je humor met elkaar weet te behouden. Nou, wat zeggen de campusdirecteuren dan in één woord over jullie als campus? Business noemt jullie veerkracht. Events en hospitality heeft het over flexibiliteit en geduld. Doorzettingskracht wordt genoemd door Health and Sport. En echt contact blijven maken, ook al is het online, dat is de term die bij start wordt genoemd. Stafmanagers zijn ook heel erg onder de indruk van de medewerkers. ICT heeft natuurlijk een substantiële bijdrage geleverd om die hele omslag te maken naar het online lesgeven. En facilities heeft het juist weer mogelijk gemaakt om op de locatie toch ook nog gewoon het fysieke onderwijs vorm te geven op een nieuwe manier. FC&I, daar wordt genoemd de vasthoudendheid van de medewerkers en de drive om samen de schouders eronder te blijven zetten. En bij P&O stond het werkplezier centraal. En daar is heel erg gezocht naar methoden om ons allemaal met energie en vitaliteit door deze tijd te helpen. Ook bij onderwijs- en studentzaken veel waardering. Creativiteit was daar echt heel erg nodig, omdat iedere keer het onderwijs toch weer op een andere manier vormgegeven moest worden. Jullie waren daarin onvermoeibaar. Beleid en strategie. Ja, jullie managers kenschetst jullie als professionals in volle glorie. Want eigenlijk iedere keer moest er weer nieuw beleid worden gemaakt en jullie stonden er en deden wat gedaan moest worden. Ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor alles wat jullie hebben gedaan in 2020. En ik hoop echt dat het lukt om dat vele wat we hebben laten zien, het unieke en het goede van 2020, dat we dat ook door blijven zetten naar 2021. 2021, een nieuw jaar, een nieuw begin. En hopelijk wordt dit ook het jaar waarin we met z'n allen COVID een beetje beheersbaar weten te krijgen. Hopelijk gaat het ons dagelijks leven en ons onderwijs minder raken dan in 2020. Voor mij persoonlijk is er in 2021 naast een nieuw begin ook een einde aan de orde. Zoals jullie weten ga ik ROC Top verlaten en dat betekent dat mijn laatste werkdag bij ROC Top al heel snel aan de orde is. Dit is voor mij een periode van de laatste keer dat. Zo is het ook de laatste keer dat ik jullie mag toespreken tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst als dit. En dat doe ik met veel plezier. Velen van jullie zal ik nog zien. Er komt ook nog een afscheid, dus ik ga nu nog niet echt afscheid nemen. Ik wil jullie alvast voor 2021 een heel goed, creatief, gezond en positief jaar toewensen. En ik geef graag het woord aan mijn collega Tim. Dankjewel, Ineke. Ja, collega's, Ineke heeft het al aangegeven, het was een onrustig en onzeker jaar. En dat is nog niet geëindigd.
Vanavond bijvoorbeeld is de volgende persconferentie waarin we horen hoe de eerstkomende periode tegemoet zal worden getreden vanuit uitgangspunten van de bestrijding van corona. Onrustig dus en onzeker. Maar we zijn niet helemaal negatief gestemd, want vorig jaar hebben we laten zien dat we het kunnen, samen. En dat is juist nu nodig in de komende periode. Afgelopen jaar hebben we met veel energie gewerkt aan nieuwe speerpunten. Twee nieuwe speerpunten. Minder speerpunten dan we eerder hadden. En zoals we wel eens zeggen, minder ballonnen in de lucht. We hebben gekozen voor kwaliteit en uiteindelijk voor strategische positionering, versterking. Kwaliteit betekent niet vanzelfsprekend alleen maar voldoen aan de wettelijke eisen, maar betekent ook dat je werkt aan de kern van onze organisatie. Alleen als we kwaliteit leveren, hebben we een toegevoegde waarde voor onze studenten. Daar werken we dus met veel plezier en veel energie aan. En samenwerking, dat is een aspect, dat hebben we nu nodig. Het gaat goed met de organisatie en we houden dat best nog wel even vol. Maar we weten ook dat er heel veel nog te doen is en dat je dat misschien beter kan doen in samenwerking met een andere partij. Daar hebben we eerder gesprekken over gevoerd met ROC van Amsterdam. Oriënterende gesprekken die we zullen voortzetten de eerstkomende periode. Op grond waarvan we kunnen constateren wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn in die richting. Maar voordat we dat doen moet ik nog benadrukken dat we heel veel samen te doen hebben. En om te zorgen dat we het allemaal samen goed kunnen doen, hebben we ook faciliteiten getroffen. Zo heeft de afdeling P&O met Good Habits een afspraak gemaakt over een uitstekend plan van online trainingen. Ik heb er zelf ook naar gekeken. Het is gewoon leuk om te doen. En ik denk dat het ook onderdeel zou kunnen zijn van de besprekingen gewoon regelmatig in de campussen. En ook binnen de diensten. Gewoon heel erg leuk om te doen. Een ander aspect, en dat vind ik ook een heel belangrijk aspect, is de vernieuwing, de professionalisering van onze organisatie. Project Osiris, waar iedereen van heeft gehoord, is een project wat de eerstkomende periode veel aandacht zal vergen en veel energie. Maar het gaat het opleveren. Het levert het inzicht en de mogelijkheden om data te gebruiken op een manier zoals we dat eerder nog niet konden. Om te zorgen dat we de toekomst ook wat dat betreft met veel vertrouwen tegemoet kunnen treden. Nou, dit is het denk ik in hoofdlijnen. Maar tenslotte, een belangrijke mededeling die ik zelf ook altijd te harte neem, is probeer lief te zijn voor elkaar. En natuurlijk ook voor jezelf, maar ook voor elkaar. En probeer te zorgen dat je samen problemen oplost als die zich aandienen. Maar probeer ook gewoon te zorgen dat je het leuk hebt met elkaar, omdat het leuk is om hier te werken. En nog leuker zou het kunnen zijn als we die kwaliteit op het niveau krijgen zoals we graag willen hebben. En daar hou ik het liever bij. Dankjewel, Ineke, Tim. Aan iedereen thuis gaan we nu met z'n allen kijken naar een animatie over de strategische koers. Als ROC-top doen we betekenisvol werk. Wij maken het verschil voor onze studenten. Nu en in de toekomst. In Amsterdam blijft een klein vernieuwend mbo met aandacht voor de student nodig. Een student krijgt bij ROC-top kwalitatief goed onderwijs dat aansluit op de actuele beroepssituatie. Zij ervaren persoonlijke aandacht, wat zich onder andere uit in onderwijs op maat. De maatschappij en het werkveld doen steeds nadrukkelijker een beroep op het mbo en ons fundament kan nog steviger. We bouwen verder aan een stabiel ROC-top in de komende jaren. We maken keuzes in onze aanpak en zorgen dat deze keuzes bijdragen aan onze strategische doelen. Dat betekent ook kiezen om dingen niet te doen. De strategische koers Samen staan we sterker beschrijft twee opdrachten aan onszelf. Verbetering van de onderwijskwaliteit en versterking van de lange termijn positie. Onze onderwijskwaliteit verbeteren we door teams in kortdurende verbetertrajecten te laten werken aan het onderwijs. Door continue verbetering spreken we onderling over wat is goed onderwijs en hoe kan ik daaraan bijdragen. Vanuit een basis met kwalitatief goed onderwijs zijn we stabiel. We zijn in staat om flexibel in te spelen op vragen vanuit de maatschappij en het werkveld. Kwalitatief goed onderwijs levert vertrouwen en rust op. Het maakt het mogelijk om verdere ambities te ontwikkelen die haalbaar zijn. We versterken onze langetermijnpositie op twee manieren. Ten eerste, door duidelijker vast te stellen en vast te leggen waarin het onderwijs bij ROC Top zich onderscheidt. Onze werkwijze is daarmee overdraagbaar en schaalbaar. Ten tweede, door met een andere instelling samen te werken. Hoewel de toekomst voor ons ligt, blijft ons doel onveranderd. Met ons onderwijs maken we het verschil voor onze studenten. Nu en in de toekomst.
Ja, dat was de animatie over de strategische koers. En ik ga daarover zo dadelijk in gesprek met Ineke en met Tim. Maar heb je zelf nou nog vragen? Leuk! Laat het dan ook eventjes weten. Zet jouw vraag, en voor wie die is, of misschien wel voor allebei, in de chat. En steek vervolgens ook even je handje op. Dan komt de vraag bij mij binnen hier op de iPad. En vervolgens kunnen we hier in de uitzending halen om de vraag persoonlijk te stellen. En wil je dat nou echt niet, zet je camera dan even uit. Dan ga ik de vraag uiteraard zelf even voorlezen. De vragen, we gaan zoveel mogelijk vragen proberen te beantwoorden. Dat gaan we zo doen. Je mag ze alvast in de chat zetten als je wil. En ik ga eerst even met jullie in gesprek. Ineke, Tim, wat ontzettend fijn dat we de nieuwjaarsreceptie wel op deze manier door kunnen laten gaan. Ondanks alle maatregelen en omstandigheden waar we ons in bevinden. Ja, we zagen net de animatie al. Je vertelde zelf ook over de bijgestelde strategische koers, Tim. Om maar even bij het doel te beginnen. Wat is nou die stip op de horizon? Ja, eigenlijk kan je het omschrijven als worden wie je bent. En dat betekent wat mij betreft dat we zorgen dat die uitgangspunten die we eerder hebben geformuleerd al een paar jaar geleden, bijvoorbeeld de kwaliteit van het onderwijs, mm-hmm. die aandacht waar we zo voor de student, die bij ons zo belangrijk is en waar we zo onderscheidend in zijn, dat we die heel erg goed de aandacht geven om te zorgen dat die zich blijven ontwikkelen. Ja. Dat is voor ons van het grootste belang. Zorgen dus dat je samen die stappen maakt die nodig zijn om uiteindelijk die opleidingsorganisatie te worden die doet wat nodig is om je studenten te helpen. Om de rol die we hebben, maatschappelijke rol, in te vullen. Ja, mooi. Word er wie je bent. Ineke, dan even de volgende vraag. Ja, waarom is die koers dan bijgesteld? Dat betekent bij nieuw strategische koers ook veranderingen in de organisatie. Dus wat was de aanleiding hiervoor? Nou, het opstellen en ook het bijstellen van een strategische koers is iets wat je eigenlijk met enige regelmaat doet. Hè. We maken een strategische koers meestal voor een jaar of vier. En tijdens de uitvoering daarvan ga je al een beetje bijstellen. En nu was eigenlijk het moment aangebroken om weer eens te kijken naar de volgende vier jaar. Daar zijn we al ver voor de zomervakantie mee begonnen. Door corona is dat allemaal ook wat minder zichtbaar geweest, ja, voor de mensen in de organisatie. Maar het zat dus eigenlijk gewoon in de normale planning, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Het is ook altijd goed om dan weer even terug te kijken van wat hebben we de afgelopen jaren nou gedaan. Nou, als ik dat even kort mag samenvatten. Daar is de campusvorming een hele belangrijke verandering geweest die we hebben geïmplementeerd. Mm-hmm. We hebben echt een ingrijpende verandering eigenlijk met elkaar vormgegeven. Ja. Met als doel ook toen al om de positie van top te verstevigen. We hebben ook gezien dat daarin ook nog wel een aantal stappen te zetten zijn. We hebben in de tussentijd ook nog de kwaliteitsagenda op onze agenda gehad, waar we ook veel energie in stoppen. En we zijn toen toch tot de conclusie gekomen, Tim noemde het net ook al, dat het heel belangrijk is om meer focus aan te brengen. Ja. Dus niet te veel ballen tegelijk in de lucht. Onze energie echt samenballen. Ja, 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 die focus inderdaad. Jullie noemen het allebei. Het zit ook mooi in de animatie die we zojuist hebben gezien. Een belangrijk element. Tim, kun jij aanvullen waarom top haar strategische koers bijstelt? Welke andere elementen daarin ook nog heel belangrijk zijn? Los van de intrinsieke behoefte om steeds beter te worden binnen een organisatie, maken we natuurlijk ook gewoon deel uit van een heel grote geheel, ja, de maatschappij. Ja. En zoals we weten verandert de maatschappij razendsnel. En zeker in deze tijd van corona. Als je ziet hoe duurzaamheid een enorme versnelling krijgt, maar ook robotisering en andere aspecten zich heel erg versnellen, dan kan je niet anders dan daarin meegaan. En dat is ook meteen het andere aspect waarvan we zeggen van ja, dat is een kwaliteitsaspect, maar het is ook een langere termijn aspect. Dat kunnen wij als kleine organisatie eigenlijk niet alleen. Daarvoor heb je andere partijen of andere partijen nodig. Mm-hmm. En dat is ook voor ons de reden geweest om te zeggen van we gaan eens praten met andere organisaties. In dit geval, wat ik al aangaf, het ROC van Amsterdam in eerste instantie. Ja. En we gaan ook kijken wat we zelf kunnen ontwikkelen om die stappen te kunnen maken. Want we denken dat die nodig zijn om aan te kunnen blijven sluiten bij de student. Laten we zeggen van aanbodgericht zoals vroeger was. Wij weten wel wat goed is voor jou naar de situatie waar we aansluiten bij de vraag uit de maatschappij. Ja, en dat is onze opdracht. Ja, nou, je noemde het woord stappen al. Dat is precies ook mijn volgende vraag. Ja. Wat zijn de volgende stappen die de medewerkers thuis kunnen gaan verwachten dan? Nou, de stappen die ze kunnen verwachten is dat ze gaan merken dat er al een analyse plaatsvindt op dit moment van de wijze waarop wij werken. We kijken, doen we dat goed? Past dat nog in de relatie met de doelstellingen die we hebben omschreven? Welke stappen kunnen we maken? We zijn een voorstander van Lean, dat is ook al eerder aan de orde geweest. En dat betekent dus dat je korte stapjes ter verbetering doet. En ook eventueel korte stappen om bij te stellen.
Daarvan zal men dingen merken. Dat wordt vertaald naar campusplannen, naar opleidingsplannen. En als het goed is, komt dat in alle geledingen binnen de organisatie aan de orde. Zodat we gezamenlijk, en dat is nog, je kan het niet genoeg benadrukken, alleen doe je dat niet, dat moet je samen doen. Niet alleen het gevoel krijgen, maar ook gewoon de stappen kunnen zetten om uiteindelijk dat resultaat te bereiken. En dat is een moderne organisatie van de toekomst. Ja. Ja, vandaag zitten we natuurlijk echt in een scholingsdag. We zijn nu een beetje de kick-off om doen, om maar zo te zeggen. Alle teams zijn druk bezig. Ineke, Tim vertelde net al welke stappen de medewerkers de komende tijd kunnen verwachten. Maar op welke manier blijft iedereen goed op de hoogte van de strategische koers waar we het over hebben? Ja, dat gaat op verschillende manieren gebeuren. We hebben eigenlijk vaste momenten in het jaar waarop we even de stand van zaken opmaken en terugblikken. Dat zullen we ook in de toekomst blijven doen. Het college van bestuur maakt bijvoorbeeld rondjes langs de campussen, de collegetour. En dat is ook een moment waarbij we onze medewerkers kunnen bijpraten. Ja. Misschien gebeurt dat voorlopig nog virtueel, maar dat is een manier. Daarnaast hebben we natuurlijk het intranet. Met binnen het intranet onder andere het platform onderwijs. Dat binnen het programma van de onderwijsvernieuwing is ontwikkeld. En natuurlijk ook de Lean-pagina binnen intranet. Daar zal ook heel veel informatie ter beschikking komen die medewerkers tot zich kunnen nemen. En natuurlijk zullen er ook gewoon binnen de campussen en ook binnen de centrale organisatie activiteiten worden ontwikkeld om mensen kleinschaliger bij te praten. Ja, heel goed. Dus heel veel verschillende manieren wat dat betreft. Je zou het bijna niet kunnen missen, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Is zo, ja. Heel goed. Dank jullie wel. Er komen inmiddels wat vragen binnen via de chat. Dank je wel. Heb je vragen, stel ze dan ook echt in de chat, hè, in Teams. Dan pas komen ze echt bij mij binnen. Ja, even een vraag los van de koers. Van Helen Adriani. Kunnen wij die in de uitzending krijgen? Gaan we even proberen. Dan kan zij haar vraag stellen aan jou, Ineke. Okay. We brengen de verbinding even tot stand met Helen. Oké, ik begrijp. Ik ga de vraag even aan jou zelf stellen. Dankjewel Helen, Adriani, voor je vraag. Ineke, je verlaat de organisatie na 7 jaar. Je gaf het zelf aan. Waar ben je nou het meest trots op in wat je bereikt hebt? Staat dat tussen haakjes bij wat je bereikt hebt? Dus je mag hem ook iets anders invullen. Maar ja, ik ben het meest trots op. En dat is ook wat we vandaag ook al een paar keer hebben gememoreerd. Dat Top een organisatie met een hart is. Een hart voor de student. En met name een hart voor de student die het in het leven misschien net ietsjes moeilijker heeft dan sommige andere studenten. En dat hart, dat heeft mij eigenlijk vanaf het begin getroffen toen ik 7 jaar geleden hier kwam. Oh, wow. En dat blijf ik ook als ontzettend mooie herinnering koesteren in mijn volgende stap. Dan ga je het ook wel missen, denk ik, een beetje. Ja, maar in het primair onderwijs denk ik dat er ook veel mensen zijn met een hart voor leerlingen. En, wat ik leuk vind aan het primair onderwijs is, daar zijn de leerlingen nog jonger. Dus de invloed die je in positieve zin kan hebben als onderwijsinstelling, die is daar misschien nog wel groter. Ja, precies. En je kan nog meer doen aan kansenongelijkheid. Ja. Okay. Ja. Mooi, dankjewel. De vragen die binnenkomen, ik zal nog even vermelden hè, in de chat. En vervolgens zet ook even je handje omhoog, want dan vinden we je een stuk gemakkelijker in beeld. En dan kunnen we je ook echt in de uitzending halen. Een vraag van Anoniem. Ik weet dus niet wie het is, maar het is een vraag aan jou, Tim. Hoe zie je de verduurzaming vorm krijgen op onze campussen? We gaan even een iets andere koers op, wat betreft vragen. Ja, dat is een heel goede vraag, omdat die ons ook zelf bezighoudt. Niet in de laatste plaats, omdat we recente strategisch huisvestingsplan hebben ontworpen, hebben ingericht. Zoals Anoniem weet, en dat zullen de anderen ook weten, meer of minder anoniem, is dat wij heel verschillende panden hebben. We zitten hier toevallig bij NDSM, een prachtig mooi pand, wat redelijk duurzaam is, ook al tocht het behoorlijk. Maar we hebben ook panden die gewoon minder goed zijn, dat weten we ook. Het is heel lastig in Amsterdam om goede panden te vinden. Omdat er heel veel druk op de markt is. Prijzen zijn hoog en we hebben niet zoveel geld om uit te geven. De vraag is eigenlijk, wat gaan we er dan aan doen? Heb je daar plannen voor? Het volgende plan is dat je dus ook samen kijkt met andere instellingen, met andere organisatie, of je misschien dingen kan delen. En zodanig kan delen dat er ook wat extra geld en fondsen zijn om die verduurzaming te laten realiseren. En dat betekent dat je in modernere panden kan,
gaan. En dat je dus ook probeert om zoveel mogelijk oude panden te verlaten. Ja, dat is het eerste wat we willen doen. Ja. Voor het overige proberen we zoveel mogelijk te werken online en zo min mogelijk met papier. Nou, als je hier om je heen kijkt, dat zijn allemaal aspecten waarvan je zegt, nou, alles is recyclebaar voor het grootste gedeelte. In ieder geval, ja, we zijn er wel mee bezig. Ja, ja, dus het is wel een top of mind, om maar even zo absoluut, te zeggen. Ja, absoluut. Zeker. Ja, ja. Goeie vraag. Dankjewel, Anoniem. Stel je vraag in de chat als je die hebt aan Inik of Tim. Nu is je kans om dat te doen. En steek dan ook even je handje omhoog, want dan kunnen we je makkelijk vinden. Ik kijk even of er verder vragen binnen zijn gekomen. Een vraag die ik trouwens zelf ook nog wel heb, aan jou Tim, als ik zo vrij mag zijn, is, Inik gaf het al aan waar ze zelf heel erg trots op is. Ze heeft hier 7 jaar met heel veel plezier dan ook gewerkt, ze is nog niet weg, ze is er nog. Maar je neemt straks ook een stokje over. Waar kijk jij eigenlijk misschien wel het meest naar uit? Zou je dat überhaupt kunnen benoemen? Nou, waar ik het meest naar uitkijk is eigenlijk waar ik ook het meest naar uit heb gekeken voordat ik hier in augustus begon. Ik ben vanaf 2012 betrokken bij ROC Top, dan weliswaar als lid van de Raad van Toezicht. Ja. Maar we zijn gezamenlijk begonnen aan dit, aan dit plan, om het zo maar te zeggen. Dit avontuur durf ik het best te noemen. En waar ik het meest naar uitkijk is te zorgen dat de continuïteit van de organisatie, maar met name ook de opleidingen en de werkgelegenheid van de mensen, die zoveel als mogelijk te borgen naar de toekomst. Daar kijk ik naar uit om daaraan mee te kunnen dragen. Ja. Dat vind ik het belangrijkste en het mooiste ook. Zodat de organisatie blijft staan, in welke vorm dan ook, in welke samenwerking dan ook. En dat mensen dan met plezier kunnen blijven werken. Ja, mooi. Ondertussen zit ik hier te refreshen. Dus als je een vraag hebt, zet hem vooral even in de chat. Dan komt hij bij mij binnen. Er zit een heel klein beetje vertraging tussen, omdat collega's ervoor zorgen dat dit eigenlijk weer bij mij terechtkomt. Maar zet hem in de chat en steek je handje dan ook even omhoog. Ik zie niet zo snel nog weer wat nieuws binnenkomen volgens mij. Misschien duurt dat nog heel eventjes. Er komt dat binnen. Het gaat een beetje traag. We zitten tegenwoordig allemaal zoveel online dat het volgens mij allemaal een stukje langzamer wordt op het netwerk. Ja, dat is een mooie vraag en die wil ik eigenlijk wel aan jullie allebei stellen. Wat wensen jullie de collega's voor vandaag? Ik wens de collega's heel veel inspiratie en ook een actieve betrokkenheid. En ik weet dat dat bij een online sessie soms wat lastiger is. Ja, ja. Dat legt een zware taak op de moderator, maar je kunt er zelf denk ik als deelnemer ook iets aan doen. Yes, om jezelf gewoon heel erg actief op te stellen. En ik hoop dat het hele levendige bijeenkomsten worden. Oké, mooi. Ja, misschien dat ik dat toevoegen. Het is natuurlijk een suboptimale moment en omstandigheden. Maar ik zou zeggen, maken wat van en genieten voornamelijk ook van. Want het zal nog wel even duren, mogelijk, zodat we in de oude setting weer bij elkaar kunnen komen. En wennen zal misschien lastig worden, maar geniet ervan, want ook dit zijn goede momenten. Ja. En je zit toch weer met je collega's en je kan nog wat leren ook vandaag. En je kan nog een glas heffen, dus veel mooier kan het niet worden, ja, dacht ik op een dinsdag. Ja, nou, dat ben ik helemaal met je eens. We zijn in ieder geval bij elkaar wat dat betreft. Ja, het gaat absoluut. Door, het zij in iets andere vorm, maar we zorgen wel voor dat we gewoon samen zijn. En er is een prachtig programma samengesteld wat dat betreft. Er is een vraag. Ja, die komt en die gaat ook over de koers, dus daar komen we nog even op terug. Van Maruka van Galen. We gaan even kijken of we je in de uitzending kunnen krijgen, Maruka. Dus een vraag aan jou, Tim. En ik hoop dat ze die zelf kan stellen. Dus we gaan even proberen een verbinding te leggen. Ben ik al hoorbaar? Ja, Maruka, welkom. Fijn dat je er bent. Stel je vraag. Ja, er is een... samenwerking met een opvang waar Garden open gevoerd heeft. ROC in Amsterdam. Wat meer wordt verteld over de samenwerking. Verder gaat wel niet. Ja, de samenwerking met ROC van Amsterdam, Tim. Ja, nee, dat had ik begrepen. Ja, okay. Maruka, dankjewel voor de vraag. Misschien kijk ik wat verbaasd, heeft niet met jou te maken, maar meer met de verbinding. Dat ik even goed moest nadenken wat je vroeg. Als ik het goed heb begrepen, vraag jij van hoe ver gaat die samenwerking? En dat is een hele goede vraag. Uitgangspunt is, wat ik al net formuleerde, is dat wij de continuïteit proberen te borgen. En met name ook een omstandigheid te creëren waarbij de kwaliteit beter kan worden. Dat betekent dat wij in principe geen grens hebben gesteld aan samenwerking. Voor wat betreft hoe ver gaan wij. Het gaat ons met name om het intrinsieke, het inhoudelijke deel.
Dat we zorgen dat we die doelstelling die ik net beschreef, dat we die kunnen realiseren. En wat er voor nodig is, dat zullen wij daar doen. Maar uitgangspunt daarbij blijft wel dat wij de grenzen in die zin bewaken. Dat er wel een borg moet zijn voor wat betreft de kwaliteit en de eigenheid van onze opleiding en het karakter van onze opleidingen. Dus dat is wel voor ons heel erg belangrijk dat we dat doen. Ik hoop dat het een beetje tegemoet komt aan je vraag. En, ja, Maruka, wil jij nog reageren? Ja, kan dat? Ja, zeker, dat mag. Ga je gang. Ik hoor mezelf al terug. Tim, je mag gewoon naar kijken. Zou dat kunnen betekenen dat er ook een samenwerking echt tussen de organisaties ontstaat? Dus dat wij bij het ROC in Amsterdam zoals ik het probeerde aan te geven, is in principe niets uitgesloten, zolang het de doelstelling maar dient. En we willen een optimale situatie creëren en dat kan zijn een samenwerking in een lichte vorm. Maar het zou ook in het uiterste geval kunnen betekenen dat je samen gaat, in welke vorm dan ook, ook als instellingen, als organisaties. Dat is iets wat afhankelijk is van de uitkomsten van de gesprekken die wij nu gaan voortzetten. En ook afhankelijk van de mate waarin het nodig is om ver te integreren, om die doelstelling te kunnen realiseren. Dus het is, in principe zijn daar geen grenzen, anders dan de kwaliteit die wij als uitgangspunt nemen en de borgen die we daarvoor stellen. Ja. Dankjewel, Maruka. Ja, want ik ga het nog heel even kort op door. Dit is eigenlijk ook een soort van verkenning, zou je kunnen zeggen. Ja, het is een oriëntatie. Ja. Of een oriëntatie. Ja, het is een eerste oriëntatie. Zij het dat we al eerder gesproken hebben. Ja, ja, dus ja. Het is niet zo dat we elkaar voor het eerst treffen, maar we hebben wel gezegd, het is interessant genoeg om ons te verdiepen, om te kijken wat kunnen wij nou eigenlijk voor elkaar betekenen. Ja, 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 ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat er heel veel vragen over zijn inderdaad. Ja, en, zeker. Nou, aangezien het een oriëntatie is, is er ook niet heel veel over bekend. Is dat iets wat jullie dan misschien over een geringe tijd, een bepaalde tijd, kunnen communiceren met de medewerkers? Nou, hoe ziet het dan het traject daarin eruit? Zeg maar? Ja, het traject ziet er in die zin als zodanig uit dat wij hebben afgesproken dat wij op de korte termijn in deze maand nog en volgende maand verder gaan met de gesprekken die er op verschillende niveaus zijn gevoerd. Dat betekent dat we de uitkomsten daarvan gaan bepalen of er een mogelijkheid is om elkaar te gaan vinden. En in welke vorm dat zou kunnen. En dat betekent ook automatisch dat je dan pas kan vaststellen wanneer nemen we welke stap en welke stappen zijn er nodig. En we willen daar in principe geen tijd in verliezen, want dat heeft geen zin, nee. Want uiteindelijk willen we verder. Maar we willen ook niet overhaasten. En dat is wel ook belangrijk om te weten. We hebben een situatie dat het niet nodig is dat wij morgen ergens aansluiten. Nee, en we willen aansluiten ook als volwaardig partner. Ja, en het moet het doel dienen, nogmaals, wat ik eerder heb beschreven. Ja, goed. Dankjewel voor die verdere toelichting. Ik zie dat er nog een vraag binnenkomt. Even kijken, vraag van de collega, er staat nog even geen naam bij, maar de vraag is, wordt er bij de samenwerking gekeken naar het nieuwe KD? Wat is het KD? Kwalificatiedossier. Dankjewel, dat is altijd mooi jargon waar ik niet van op de hoogte ben. Wordt er bij de samenwerking gekeken naar het nieuwe kwalificatiedossier en worden locaties samengevoegd? Ik weet niet goed wat de vraag is over het nieuwe KD. Want er worden natuurlijk nieuwe kwalificatiedossiers opgesteld voor sommige opleidingen. En dat, ja, als er een nieuw kwalificatiedossier is, ga je daar sowieso mee aan de slag als onderwijsteam. Maar het is niet zo dat er maar één kwalificatiedossier is voor ROC Top. Er zijn er een heleboel. Ja. Ja, wat de samenvoeging betreft, dat is het andere deel van de vraag, worden er vestigingen samengevoegd? Ook de huisvesting is natuurlijk een aspect van wat je wil optimaliseren. Wij zitten hier vrij ruim, op andere plekken zitten we krap. Als wij verder gaan met ROC van Amsterdam op inhoudelijke gronden, dan ligt het ook voor de hand dat je gaat kijken naar de faciliteiten, waaronder de huisvesting. En dan zoek je de beste huisvesting voor het geheel. Ja, duidelijk. Ondertussen zit ik even te refreshen. Even kijken of het naar binnen komt. Yes. Heel goed. Voor iedereen die in ieder geval de vraag al heeft gestuurd, dank je wel daarvoor. We gaan verder met het programma en mocht je dan alsnog vragen hebben, zorg ervoor dat je op een ander moment beantwoord.
beantwoord worden. Voor nu, het ging even alle kanten op, maar zo gaat dat. We zijn live. Dank. Ja. Ineke, Tim, voor jullie toelichting. Ontzettend fijn dat we hier toch bij elkaar kunnen zijn, hetzij op afstand. Voor jullie thuis, we gaan verder met de scholingsdag. En dat betekent dat je dadelijk deze sessie gaat verlaten. En dat je bij de eerstvolgende sessie in je agenda dan ook weer gaat inloggen in Teams. Dat is een van de workshops. Daar wens ik je uiteraard heel veel plezier bij. Ja, en dan zien we jullie straks heel graag terug voor de gezamenlijke toasten. Hè? Want we gaan straks toasten. Heel veel plezier en tot straks. Dag collega's, welkom terug in de gezellige woonkamer hier op de NDSM. Wij hopen natuurlijk dat jullie hebben genoten van de workshops en dat ze net zo inspirerend en interactief zijn geweest als wij hoopten toen wij de toespraken vanmiddag hielden. We horen daar ongetwijfeld later nog veel over terug. Voordat wij nu het glas gaan heffen op 2021, wil ik jullie voorstellen aan het nieuwe lidcollege van bestuur. Die staat hier rechts van mij en dat is Arno Geurts. Arno, wil jij iets over jezelf vertellen? Ja, natuurlijk. Als het goed is ben ik nu te verstaan. Nou, mijn naam is Arno Geurtsen. Ik ben 57 jaar oud. Voor een aantal van jullie geen onbekende, omdat ik van 2013 tot 2017 in de Raad van Toezicht heb gezeten van ROC Top. Ben toen vertrokken omdat ik in het bestuur van ROC Mondriaan, Mondriaan ben terechtgekomen. Ben ik ook lid van het college van bestuur geweest. Dat heb ik ruim een jaar gedaan. En ja, toen op een gegeven moment kwam dit weer langs. Ja, het is een hele spannende tijd. Ik heb er met volle overtuiging heb ik ja gezegd tegen het opvolgen van Ineke. Dat is natuurlijk nagenoeg onmogelijk, dat weet ik. Maar ja, goed, zoveel ervaring, dat is een hele opgave. En tegelijkertijd ga ik het wel proberen om alle dingen waar we voor staan, om dat op te pakken. Ik heb er veel zin in. Het is niet makkelijk, maar ik ga het wel doen. En ik ga het ook zeker tot een goed einde brengen. Dat beloof ik. Dus daar heb ik zin in. Nou, mijn achtergrond, ja, dat ga ik tegen iedereen nog een keer persoonlijk vertellen. Daar ga ik jullie nu niet mee lastigvallen. Zeker ook omdat we enige tijd verloren hebben met het technisch gedoe. Dus vandaar. Maar ik hoop een groot aantal van jullie gewoon te zien en te spreken. En nader kennis te maken en te kijken van wat we voor elkaar kunnen betekenen. En dan wil ik nu het woord toch voor waarschijnlijk een van de laatste keren teruggeven aan Ineke. Dankjewel Arno. Nou, heel fijn dat we met elkaar het glas kunnen heffen. En ik wil jullie ook vragen om dat te doen. Dus neem je glas in de hand. En wij kunnen jullie niet zien, maar jullie ons wel. Denken we. Ik wil graag namens het voltallige bestuur, want dat staat hier nu in deze gezellige huiskamer, jullie allemaal een heel goed, gezond en creatief 2021 toewensen. Proost en proost op ROC Top! Ik weet, het is alcoholvrij. Dus als je zelf enorme behoefte hebt om toch ook een alcoholische toast te brengen, dan zul je dat even zelf moeten regelen thuis. Hiermee is het formele deel van deze middag is afgesloten. We willen jullie vragen om uit deze omgeving weg te gaan en in te loggen op de Mibo-omgeving. Want daar zul je in de virtuele wereld met je collega's kunnen praten onder het genot van een drankje. Dus ga naar Mibo toe en je kunt de link vinden in de mail waarin je ook de link hebt gevonden voor het programma dat om 2 uur begon. Dus wie weet komen we elkaar tegen bij de Mibo. Tot ziens.